De geruchtenmolen draaide al een tijdje op volle toeren. Voetbalclub Antwerp zou worden overgenomen. En die overname lijkt nog maar een kwestie van een paar dagen. Wel, we zitten in de laatste fase van een heel mooi toekomstproject. En zoals dat in alle projecten gaat, is de laatste fase ook de moeilijkste fase. De laatste loodjes wegen het zwaarst. En het gaat nu nog over enkele bankaire transacties die moeten afgerond worden. Kan u met zekerheid zeggen dat die overname zo goed als rond is? Zekerheid heb je nooit. Dus de enige zekerheid dat ik heb is dat morgen opnieuw dag wordt. Maar je mag voor 99% dat als waarheid aannemen. Ja. Net voor het seizoen sprongen onderhandelingen af met een Qatarese investeringsgroep. De clubleiding reageert nu voorzichtig op de onderhandelingen. Zij wachten nu op het geld van de nieuwe investeerder. Je zit hier met een internationale structuur, een internationale bedrijfsstructuur, internationale financiële stromen en dat neemt tijd in beslag. Dat is niet zo even een overschrijving doen van de ene bank naar de andere bank. Over wat voor een bedrag spreken we dan? Er worden mooie bedragen genoemd. Ik heb bedragen gehoord van 6-0 en 7-0, maar laten we dat nog eventjes achter de hand houden. Het zijn bedragen om schulden af te bouwen, historische schulden. Dat zijn bedragen die gaan over aandelenpakketten. Dat zijn bedragen die gaan over operationele structuur en ook het infrastructurele. Er worden bedragen genoemd, 10 miljoen euro. Komt dat in de buurt? Ik heb die ook gehoord. Ja. Maar u wilt daar niets over kwijt? Dat gaan we dan communiceren bij de volgende dagen als alles rond is. Hè. Het geld moet komen van een Singaporese investeringsholding die onder meer petroleum verhandelt. Er zou ook een nieuwe structuur worden uitgetekend. Gunter Hofmans, die de club nog overnam met Jos Verhagen in juni 2011, zou een nieuwe functie krijgen. Gunter blijft natuurlijk betrokken bij de werking. Zal het sportieven ook blijven doen als adviseur. En samen met Dennis van Wijk en mezelf zullen wij dan ook nog trachten ook transfers te realiseren. In januari ook nog, wanneer het transferverbod opgeheven is. Dat zal maandag zijn. Hoe dan ook is de groep heel ambitieus. Antwerp moet liefst dit seizoen nog naar eerste klasse. De club moet ook schuldenvrij worden en dan kan er ook werk gemaakt worden van een nieuw stadion. Dat is haalbaar, maar je moet dat natuurlijk bekijken in het tijdsperspectief. Hè. Het is niet dat we daar morgen een kraan gaan zetten en gaan beginnen te bouwen. Nee, eerst kruipen, dan lopen en dan gaan we de marathon in. En over wat voor een tijdspanne spreekt u? Periode van 5 jaar. Volgende week wordt zeker of Antwerp aan een nieuw hoofdstuk begint.